Mark Wonink voor Sleutelstad FM op Koninginnedag 2013. Natuurlijk hebben we nu koning Willem-Alexander en dat is een hele mooie reden voor ons om op reportage te gaan. We zijn hier bij City Moves op de parkeerterrein bij Molen de Valk. En we gaan even kijken hoe het daar binnen is. Koninginnedag, wat doen jullie hier? Feesten. Feesten, ja, we staan alleen stil. Ja. Gewoon gezellig met z'n allen. En hier zo. Wat zei je? We kunnen hier niet naar binnen toe. En dat is City Moves. Is het vol? Ja, het staat van wel, maar we zijn ook te jong. Dus, Oké, wat gaan jullie verder vandaag doen dan? Nu je niet, daar in ieder geval niet naar binnen kan? Geen idee. Niks doen eigenlijk. Niks doen, vervelen. Heb je nog artiesten die je echt wil zien vandaag? Nee, gewoon een beetje feest toch. Wat vind je van de muziek? Ja, lauw man. Ja, ja? Toch gewoon lekker losgaan, toch? Lekker, zonnetje schijnen. Heerlijk. Ja. Even wat andere. Van elkaar. Ja. Hetzelfde. Nou, mag ik jullie dan heel veel plezier wensen nog? Ja, dankjewel. Wouter, Sleutelstadlid, wat zijn we hier aan het doen? Wij zijn hier aan het wachten op de auto van Armin van Buren. En omdat namelijk wij mogen niet meer bij de geen persruimte, waar we eigenlijk wel mogen komen. Zullen we zeggen, gewoon het podium? Het echte backstage. En daar mogen we nu niet meer komen, want Armin komt eraan en R24 die wil allemaal dingen doen en zo. Dus moeten we hier even wachten en dan gaan we proberen even wat foto's te maken van Armin. En daarna gaan we weer lekker het trein op en daar maken we wat foto's van als hij aan het draaien is. Armin van Buren is weer terug in zijn eigen stad Leiden. Koninginnedag 2013. Hij komt net aan in zijn auto, direct vanuit Amsterdam komt hij door. En hij gaat zo meteen natuurlijk om 11 uur afspreken. Wat ontzettend gaaf is om te zien dat de volledige pers die hier staat gelijk, niet bovenop Armin springt. Maar de fotocamera's en de filmcamera's draaien goed. Wat ook wel frappant is dat Armin van Buren met politiebegeleiding, met politiemotoren hier naar Leiden is gebracht. Op zich geeft dat wel aan wat voor een wereldster Armin is. Vrienden en familie zijn er ook bij, zo te zien. Alle spullen van Armin worden nu gepakt. Hij bedankt nog even de politieagenten voor de rit. Van het Java-eiland in Amsterdam natuurlijk naar En Armin van Buren gaat nu backstage met een groep van 8 man. Geen pers toegelaten en gaat zo meteen natuurlijk om 11 uur gaat hier spelen live op City Moves.
Armin, mag je misschien 3 vraagjes stellen? Ja hoor. Je hebt een paar jaar geleden beloofd om 30 april in Leiden te blijven optreden. Ja. Volgend jaar is dat op 27 april. Blijf je dat doen? Ja, natuurlijk. 27 april, 30 april, maakt niet uit. Nee, ja, ik ben het ooit begonnen hier in Leiden. Omdat mijn paar vrienden van mij zeiden, ah, er gebeurt nooit wat in Leiden. En het is zo saai hier met Koninginnedag. Ik denk, ik zal jullie krijgen. Ja, dat is gelukt, denk ik. Het is gelukt. En Amsterdam, je hebt het de handen geschud met het koningspaar, hoorde ik. Ja, dat is heel bijzonder. Is dat heel bijzonder? Nou ja, ze weken af van het protocol. Het is natuurlijk een heel strak draaiboek de hele dag al. Vanaf de abdicatie tot alles. En ja, wat in mijn stoutste dromen had ik niet had verwacht, gebeurde. En dat hebben ze echt helemaal op eigen initiatief gedaan. Dus ik moet er nog even een borrel op drinken. Veel fijne nachtrust zou ik zeggen. Ja, lange dag geweest. Dankjewel, en jij ook. Dankjewel. Oké, doei.